Rond Pasen is het voor veel christenen gebruikelijk om tijdens de vaste periode de mobiele telefoon niet te gebruiken. Deze leerlingen nemen daarom nu afscheid van hun mobieltje. Alleen voor vandaag dan. Hoe voelt dat? Ja, ik vind het best wel raar, want je kan nu niet echt meer op je telefoon kijken hoe laat het is. En ja, soms dan heb je gewoon automatisch je telefoon in je handen en dat heb je nu niet meer. Ik heb er niet heel veel problemen mee dat ik mijn telefoon niet heb. Ik kijk er niet heel erg veel op. Ik probeer heel sociaal te zijn met mensen. Maar de tijd niet zien en muziek niet kunnen luisteren vind ik wel een beetje vervelend. Nu hebben wij gedacht, nou, hoe kunnen wij één dag de leerlingen laten vasten van iets wat ze heel vaak gebruiken en waardoor ze voortdurend eigenlijk een impuls van ervaren de hele dag door. En dat op een ludieke manier gevraagd om hun telefoon in een paasei te stoppen. Na 3,5 uur ploeteren in de les kunnen de leerlingen eindelijk genieten van hun welverdiende pauze. Of toch niet? Nou, ja, een beetje leeg wel. Nou. Valt wel mee, want ja, dan heb je ook heel veel contact met andere kinderen uit andere klassen. En het is gewoon een hele gezellige sfeer. En dan kan je met iedereen kletsen en zo. Dus het is wel leuk. Aangezien ik gebruik hem heel veel, om er dan opeens afstand mee te nemen, dat vind ik toch wel een soort van gek. Gelukkig kunnen de leerlingen tijdens een speciaal discussieuurtje hun ei kwijt. En dan is het grote moment daar. De mobieltjes mogen weer worden opgehaald. Yay! Wat heb je het meest gemist op je mobiel? Ik wilde een foto maken, maar dat kon niet omdat ik hem had ingeleverd. En heb je die foto nu wel gemaakt? Nee. Moet je wel even maken dan? Ja. Ja, is hij goed? Dankjewel. Is hij gelukt?